We hebben wereldwijd een gigantisch probleem en we zien dezelfde tendensen in de cultuur die antigoddelijk zijn. Ik wil ook niet een te grote voetafdruk mm. en ik wil ook naar een eerlijke verdeling. Maar je moet ook onderzoeken welke krachten zitten hierachter en wie zijn de mensen die dit zo graag willen en die die agenda bepalen. Je maar zegt je bent een beetje toeschouwer bij dat soort je kerken. Ik ben toeschouwer en, en, en dat is all about discipleship zeg ik altijd. Dat moet echt op de agenda. De kerken wel even van schrokken. Want ja, dan ga ik de Albert Heijn binnen en dan sta je het Evangelie te delen met iemand. Of, of er wordt iemand genezen in de bouwmarkt en zo. Nou, en dat, en dat zijn dingen, daar heb je als kerk iets over te vinden. Mm. En ik vind het echt gewoon schokkend en soms ook heel naar. Dat uh, in ons land, zeg maar, dus de onderwerpen uiteindelijk die je uh, te doen, uh, worden gemeden. Hey allemaal, ik ben Daniel van Deutkom. Van revive.nl en vandaag kijk je naar de revive podcast en ik ga vandaag in gesprek met de bekende Hans Maat. Dank je Welkom eens, dankjewel. <laughs> Hans, leuk dat je hier bent. Ja hoi Daniel, echt geweldig om hier te mogen zijn. Ja, yes, we zitten hier in, in Utrecht in het gebouw van Best Life Church en uh, ik kan niet wachten om uh, dit gesprek met je te gaan hebben, want uh, er zijn allerlei dingen te bespreken over deze bijzondere tijd. Politiek gekke ontwikkelingen, ook qua beleid. Nou. Uh, veel om over te zeggen. Ook wat, waar gaat de kerk heen? Daar wil ik graag met je over doorpraten. Maar voor het eerst, um, om mee te beginnen. De mensen die jou niet kennen. Waar kunnen ze jou misschien van leren kennen? Oh, dat is, er zijn nog zat mensen die mij niet kennen hoor. Dus als je het woord ja. bekend doet, denk ik, oh, gut, ja. Bepaalde kringen. Ja, zeker. Ja, dus, dus ik ben eigenlijk een protestant, maar ook evangelisch en charismatisch vinden velen. En dat komt met name omdat ik heel veel aandacht vraag voor het werk van de Heilige Geest en het Koninkrijk van God en voor discipelschap. Nou, het zijn voor jou natuurlijk geen onbekende termen. Klopt. En tegelijkertijd, ja, ik ben ook gewoon Hans. Hè? Ik ben gewoon vader van vier kinderen die inmiddels ook wat groter zijn. En uh, ik werk voor het Evangelisch Werkverband. Dat is een soort evangelische stroom binnen de protestantse kerk. Maar daarnaast doe ik nog veel meer andere dingen. Gaaf, hè? Nog, nog veel meer andere dingen, zoals? Nou, ik spreek sowieso heel veel. En uh, dat is niet altijd en allemaal uh, voor mijn werk... En tegelijkertijd uh, um, uh, schrijf ik ook veel liedjes. Heel veel liedjes in Nederland uh, die worden gezongen, die komen eigenlijk uh, bij, bij, bij mij en bij ons, Sela. De groep Sela zal voor velen wel, in ieder geval, qua naam bekend zijn. Een zeer bekende naam, ja. Ja, die schrijf ik. En uh, daar ben ik ooit begonnen in 2004 of zo. Dus uh, we bestaan al 16 jaar en het gaat maar door. Dus dat is heel wow, leuk. Wauw, wat gaaf. Ja. Maar ik vind het wel tof ook wat je, wat je zegt waar je ook voor staat. Hè? Eigenlijk wil je die brug bouwen naar de ja. uh, Protestantse kerk, naar de traditionele kerk van, van de geestelijke stroom, om dat erin te brengen. Want het, ja. het gaat niet echt om de labeltjes, nee. maar het gaat om, uh, om de geest. Ja, ja, ja en, en, en voor de generatie zoals jij, jouw generatie, is het per definitie nu niet meer prioriteit om te kijken van waar hoor je bij, uh, mm. in welk nestje ben je geboren. Er is eigenlijk maar één uitdaging en dat is hoe krijgen we, hoe representeren wij Jezus in deze cultuur? Ja. Hoe, uh, hoe gaan we Hem volgen en dat daar onderling wat verschillen qua beleving zijn of theologische stroom. Nou ja, daar kun je het over hebben met elkaar, maar dat is niet echt het allerbelangrijkste meer. Klopt. Ja. nu ben ik, ik ben ook gewoon heel benieuwd, zoals ik net al zei: je zei: uh, hoe representeer ik Jezus in deze cultuur? Maar hoe representeer jij Jezus dan in deze tijd? Ja, dat is, uh, een, dat, is, dat is een grote vraag waar we samen. Dat is een hele uh, grote vraag. Ik, ik, ik duik er maar ja, meteen op ja, in. Ja, goed van je. Ja. Um, nou, Hoe ziet dat voor jou eruit? Ja, allereerst denk ik dat je ook gewoon moet zeggen van eigenlijk is het heel eenvoudig. Dus voordat je het heel complex maakt. Hè, dus mm. um, ik denk helemaal niet in uh, kerkelijke of institutionele verbanden. Of de hele dag aan allerlei dogma's die in mij zitten. Um, ik vraag gewoon aan de Heilige Geest, met name, hè, die is voor mij meer een soort vriend en helper geworden. Hè, dus. Mm. dus Um, ik, ik zeg ook uh, als ik morgens wakker word: goedemorgen Heilige Geest, wat is uw plan vandaag? Weet je wel. Gaaf. Dus op die manier wil ik door het leven gaan. En ik wil heel erg nauw proberen te mm. luisteren naar Gods stem. En de ene keer hoor ik dat weer beter dan de andere keer. Um, en, dan, en, en zo zie ik gewoon elke ontmoeting, dus ook die van jou, met jou nu, dat zie ik gewoon als een goddelijke ontmoeting die God heeft voorbereid. En in die werken wil ik wandelen. En dat zijn soms ook hele stoere werken. En dat is waar heel veel P.K.N.R.'s met name en mensen uit traditionele kerken wel even van schrokken. Want ja, dan ga ik de Albert Heijn binnen en dan sta je het evangelie te delen met iemand. Of er wordt iemand genezen in de bouwmarkt. Dat is ongehoord. Dat gebeurde van oudsher niet. Nou ja, in ieder geval, het was niet hun scopus en het zat ook niet zo in hun theologische pakket. En ik denk, er zit een gat in die theologie, dus die moet ik dan maar gaan vullen. Ik ben natuurlijk toch een beetje een visionair en dan vo ja. vooruit loop ik. Uh, maar ik wil ze ook niet verliezen, want ik zie ook gewoon geweldige waarden en wat God door de eeuwen heen heeft gedaan. Mm. Uh, maar ja, dat moeten we natuurlijk maar niet stollen en dan maar vast blijven houden. We ja. moeten ook de, dus, dus de blik naar buiten richten en kijken van, hé, hey, hoe gaan we onze eerste prioriteit vullen? En dat is gewoon bekendmaken wie Jezus is. In een cultuur die daar steeds minder mee heeft, En zegt er ook van afkeert. Ja, ja. Ik vond het wel interessant, hè? want uh, ben je dan ook van mening dat, uh, dat evangelische kerken, die, want je zegt, ja. ik wil ook eren wat God heeft gedaan door de eeuwen. Ja. Uh, als ik je goed begrijp, ben je dan ook van mening dat evangelische kerken dat soms te weinig doen? Dat ze dat een beetje missen of zo? Nou, ik kom natuurlijk heel veel, ik sta ook op heel veel podia. En dan uh, kom je natuurlijk ook heel veel mensen uit de evangelische charismatiekring tegen. Ja. Die eigenlijk gewoon bijna gelukkig worden van het feit dat ze daar dan een protestantse voorganger zien staan. Die dan ook hun dingen begrijpt en praktiseert. Ja. maar tegelijkertijd ook refereert aan dat wat ze hebben meegekregen. Mm. En dan zie ik bijna een soort heimwee. Ja. Of, uh, dus, dus Ergens zit het er ook gewoon nog in, uh, maar tegelijkertijd hebben ze ooit gekozen van, ja, weet je, we hebben opgroeiende kinderen en onze kinderen vallen in slaap, of ze zien het gewoon niet wat het precies is, dus we moeten maar een gemeente gaan zoeken die bij ons past. Ja. En die uittocht is ook nog niet voorbij, hè? dat is wel een nee, ware exodus. Ja. Maar dan heb je het nog steeds over het rondpompen van gelovigen. Dat noemen wij de Circulation of the Saints. Dat zal jou <laughs> ja, niet onbekend zijn. Ja, 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 klopt. Eh, en, van de ene kerk naar de andere ja, ja, kerk. Algemeen. Ja, En, en, dus, en, en ik, ben, ja. ik heb maar besloten om gewoon te blijven zitten. Het goede te waarderen, maar ook vernieuwing te brengen. Uh, maar nogmaals, ik vind het bijna nu nog belangrijker dat we nu uh, allemaal zo geschud worden. Ja. Eh, uh, om te gaan kijken van hoe ziet de kerk van de toekomst eruit en wat betekenen hu huidige politieke en culturele ontwikkelingen. En ik ben bijna blij dat ik tegenover jou zit, want ik weet dat jij je stem wel eens hoort. Ik laat mijn mening wel eens Ja, Jij laat uit. je mening wel eens goed ja, horen. Ja. En, en soms zit ik ook op mijn handen en denk ik van, kan ik hier nou wat van zeggen? Want je weet, het kan tot in het gezin polariseren. Ja, hè? zo. Dus uh, wij hebben ook uitgebreid. Uitvoering... Ik heb geen gezin, dus dat scheelt dan nee. ook weer. Ja, ja, dat scheelt dan weer. Ja, ja. Maar, maar dat betekent dat mensen nu wel heel erg voorzichtig worden mm. om gewoon de dingen te delen die op hun hart liggen, nee. die ze zien. Om dat te wegen van, is dat waar, is dat niet waar? Wat moeten we ermee en uh, ik zie ook kerken heel behoedzaam, en dat, dat noemen ze dan verantwoordelijkheid nemen, uh, reageren. Maar ja. ik denk dat er te veel aan de hand is om elke keer kerk en staat te blijven scheiden. Hmm. Dus ik vind het soms gewoon niet goed dat wij het helemaal hebben uitbesteed aan Kees van der Staaij of Gertjan jan Segers. Of mensen binnen het CDA wellicht, hmm. of anderen. Zo van, nou die komen wel op voor de belangen van de kerk, of die komen wel op voor het christelijk gedachtegoed. Hmm, ja. Wij zijn het lichaam wij zijn van Christus. Het lezen, ja. Ja. Wij zijn ja, eruitgeroepenen. Ja. En, 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 en dat is een spannende verhouding, want jij zal dat ook kennen. Uh, aan de ene kant ben je helemaal verbonden, wil je cultuurrelevant zijn, uh, horen we erbij? Uh, zijn we de excellente medewerkers van God. En aan de andere kant zijn we ook vreemdelingen. Want ja, we verwachten eigenlijk dat ja. Jezus terugkomt. Ook nog een thema, trouwens, voor ja. mij. Ja. Ja. <laughs> maar dat, dat, is, dat is wel een dingetje hoor. Want je ziet, uh, ik zie dat er heel veel. Um, ja, kerken zijn en die zeggen: laten we ons maar niet te veel bezighouden met politiek, maar vooral bidden. Ja, uh, en dat is een reactie hè, op, uh, of tenminste, ja. dat, is, dat is een manier van hoe je in de wereld kan staan. Zeker. Maar dan kijk je bijvoorbeeld naar bijvoorbeeld de Amerikaanse kerk, de evangelische stroming in ja. de Amerikaanse ja. kerk. No, het, he? die, dat komt daar niet binnen. Nee. Die zijn gewoon een politiek, Trump, ja. Trump, ja. alles. Ja. Ja. Um, en, en Tot het uiterste ook. Hè. Dus, ja. dus dat uh, bijna God afhankelijk is van Trump, zeg ja. maar, in plaats van andersom. Dan is hij een soort Messias geworden. <laughs> ja, ja, ja. En, en waar ligt die <laughs> perfecte middenstroom. Want, ja, daar ben want, ik naar op zoek natuurlijk Want, want ik, ik ben zelf in ieder geval, om even mijn eigen mening te brengen, ik ben zelf van mening dat in de kerk, dat we een beetje te, te veel naar de andere kant neigen. Dus in Amerika zijn ze misschien wel een beetje doorgeschoten in bepaalde kringen, maar in Nederland zijn ze we misschien wel te passief geworden, wat ja, je ook dat zegt. ik ook. Timide. Ja, ja, en wat mag er dan veranderen? Nou ja, kijk, dus het is lastig. Hè? Dus ik heb ook hele goede vrienden die bekende leiders zijn in Nederland, die filmpjes uh, op het internet zetten of allerlei boodschappen van hmm. hoop en van liefde proclameren en vooral een oproep inderdaad om te gaan bidden en ik denk dat dat ook nodig is om mm, te bidden absoluut um, liefst uh, veelvuldig zelfs en er zijn ook heel veel mensen die daar zelfs een soort gave voor hebben om voorbidden te zijn moet ze zeker doen maar tegelijkertijd denk ik van ja weet je ik lees 1 Korinthe 13 en dan lees ik de liefde heeft de waarheid lief mm. dus waar is waarheid gebleven überhaupt in een tijd van ongelofelijke misleiding, fact checken... ...en dan moet je de fact checkers ook weer fact checken. Ja, dat is ook wel lastig, want soms klopt het ook niet dat ze fact checken. Nee, en dan ga je kijken wie de bronnen zijn... ...achter de fact checking bureaus... ...en dan blijken dan ook hele discutabele... Activistische uh, clubs. Ja, ja. clubs te zijn. Ja. Dus het is ontzettend lastig. Ik vind het voor jonge mensen ook best wel eens erg... ...dat ze eigenlijk nergens meer horen... ...wat is nou waar en waar kun je opbouwen. Mm. En dat zal allicht ook wel gelden voor... Uh, ...in Amerika voor het kamp van de conservatives... ...en van de republikeinen... Maar ik heb ook wel ontdekt afgelopen jaar dat er ook verschrikkelijk veel gelogen wordt aan die andere kant. Mm. He, met allerlei politieke slimme ja, agenda's. Kun je daar voorbeelden van geven? Dat is misschien wel leuk om dat een klein beetje uit te lichten. Nou ja, kijk, voordat je natuurlijk, voordat wij de hele Amerikaanse politiek gaan evalueren ja, nou ja. Precies, we moeten ook niet te diep in duiken. Nee, maar kijk, kijk, heel veel Amerikanen op dit moment en dat wordt ook al over gepubliceerd. Zelfs binnen de gewone media in Nederland begint dat al een klein beetje nu duidelijk te worden. Die zijn allemaal erg laat, want die ze zitten er niet bovenop, blijkbaar. Dat is ook de reden denk ik waarom er zoveel andere stations opploppen. Ja. Daar zie je dat ze op een gegeven moment denken van... ...hé, hey, uh, met die verkiezingen is het toch niet zo best gegaan. En ja. al die staten komen er nu dan toch echt wel achter... ...dat ja. er echt iets fundamenteels mis is. Ja. Terwijl als je een half jaar geleden dat zou hebben gezegd... ...of een paar maanden geleden, ja, dan was je volslagen gek. Maar dat was een, dat was een gepolariseerd onderwerp. Dus ja, het was ja, of helemaal het een ja. of helemaal het ja. ander... Ja. En, en dat geldt dus voor, voor de breedte van, van, van die onderwerpen waar mensen dan ook voor demonstreren. Um, het is een beetje te simpel om alleen maar de Nederlandse context te bekijken alsof het gaat om Pieter Omzicht, weet je wel, die een functie elders moet hebben. En daar kunnen we dan zes dagen mee druk zijn. We hebben wereldwijd een gigantisch probleem mm. en we zien dezelfde tendens in de cultuur, die antigoddelijk zijn. En wat is het probleem dan? Wat is die tendens dan? Nou, ik zie, kijk, dat noemen ze daar bijvoorbeeld die hele woke cultuur. Ja, woke, ja. Ja, en uh, ik ja. weet niet eens, wat zou nou een goede vertaling zijn? Ja, ik zou dus. hoeven te denken, woke... Uh Vrijzinnig komt ja, in de buurt, maar ja, dat, maar ja, het is in ieder geval kijken verlicht meer ja, beetje ver, Ik ben ver, wakker ver, verlicht. Ja, en en dan en dan zie je dat gelijk gekoppeld worden aan aan uh, dingen als transgender en zo, hè? Dus dus L, B, H, T, Q... nou het zijn een heleboel, Q -I. Q, I, T, ja, uh, ja, nog meer. Uh, en en dan en dat wordt weer gekoppeld aan al die begrippen als uh, als gelijkheid en zo, weet je wel, die je ook bij de Verenigde ja. Naties heel sterk, maar maar, leest. Dat, maar dan dus niet equality, maar equity. In ja, Nederland hebben er ook geen goede vertaling voor, nee. maar er zijn twee vormen van gelijkheid. Dat is voor de luisteraar wel interessant. En, en, en vanuit oudsher, in onze westerse samenleving, ja. hadden we dus equality. Ja. Oftewel gelijkheid van kansen. Ja. Ieder mens is gelijk onder de wet. Uh, ja. Geen klasse justitie, ieder mens is gelijk. Ja. Maakt niet uit welke rang. Waar we nu naartoe gaan, is mensen zijn ongelijk onder de wet. Ja. Mensen zijn ongelijk in de behandeling. Om historische discriminatie te compenseren. Nou, en, dat, en dat zijn dingen, daar heb je als kerk iets over te vinden. Mm. En ik vind het echt gewoon schokkend. En soms ook heel naar. Dat uh, in ons land zeg maar dus de onderwerpen uiteindelijk die uh, te doen uh, worden gemeden, ook in het publieke debat. En dan mm. hebben we dat misschien uitbesteed aan een uh, bepaalde groep uh, 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 politici die da dat agenderen. Maar ik begrijp werkelijk niet, want het is zo fundamenteel wat wij vinden van de identiteit van mensen mm. um, um, dat, dat wij als kerk daar niet een meer en dat is ook een profetisch geluid een geluid over laten horen. Bijvoorbeeld over transgenderisme, ja. genderdystrofie, ja. verwarring over je identiteit. Ja. Uh... Nee, vul die, nee zeker. vul die begrippen maar in. Ja. En ik merk gewoon dat die thema's worden gemeden en dan komen er alleen maar dus boodschappen van liefde en van hoop. En in, in de Protestantse kring vaak van troost. Zo van, hm, ja. ja, het is moeilijk en zo, en we begrijpen het, en, uh, maar de Heer is erbij. Ja. En ik vind dat soms goedkoop. Ja. Dus ik vind ook dat je mensen goed moet informeren van, dit is er hm. aan de hand. Hoe ga je als christen daarmee om? En doe je het ook een beetje met de mensen in je omgeving, leiders? Ja, ik, ik probeer het een beetje voorzichtig in, uh, in lokale preken te doen, hoewel ze tegenwoordig ook allemaal op de livestream komen, ja. natuurlijk. Hè? Dus, uh, ja. dus in die zin moet je ook wel weer gewoon goed nadenken over wat je wel en niet zegt. Ja. Ik probeer het in individuele contacten. Um, ik heb het binnen de pers nog niet zoveel gedaan, ik heb wel een keer een oproep gedaan om uh, eerlijker en profetischer te spreken. Maar het is, uh, het is ingewikkeld. Want ik merk met name dat bij de PKN, hè, dat is toch wel een beetje het grootste kerkverband, mm -hmm. die, die, die nemen bepaalde besluiten. En daar zullen ze echt wel diep over nadenken. En soms ook best mee worstelen. Maar die worden gevolgd ongeveer door alle kerken daaromheen. Dus wat zij uitbrengen, stel, we gaan nu straks naar het testbeleid of zo. En uh, we zeggen tegen elkaar: nou, je mag alleen nog in de kerk komen of in het zo. evenement als je bewijst dat je niet ziek bent. Nou, is dat is wel heftig. Ja, maar goed, ik bedoel, ik weet zeker dat daar intern echt wel over nagedacht dat wordt. Dat zal zeker een onderwerp zijn. Ja. Maar het wordt niet bij ons als christenen neergelegd ook gewoon als een prangende ethische vraag waar we het van moeten vinden. En mm. ik vind dat we dus inderdaad niet zo bang moeten zijn en die dingen gewoon open moeten bespreken. En als we nou niet helemaal tot dezelfde conclusie komen, dan houden we elkaar toch nog vast. Ja. En dat is de kunst van, van het liefhebben. Maar ja. dat betekent niet dat je de waarheid omzeilt en uh, datgene wat, uh, wat ook nog verder gewoon heel makkelijk te traceren valt. en ik merk gewoon uh, dat heel veel mensen gewoon heel oppervlakkig kijken en een beetje om zich heen. en ja. uh, het enige waar ze aan denken is van als ik maar op vakantie kan. ja. nou ja. Dat, gaat, dat gaat ook. terwijl er, ook er, terwijl er dus grote volgens jou grotere ja. trends zijn. Ook, ja. ik ervaar het bijna als het leven in een leugen. Mm. En, en natuurlijk ik uh, wil zo sterk ja, ik, ja ik, dus, dus, als je, als je, dus ik noemde net misleiding en deceptie, maar dat is heel kenmerkend ook voor de, voor de cultuur vandaag. En dat is ook heel kenmerkend trouwens in de hele Bijbel als je de profetie gaat lezen voor het laatste der dagen. Dus ik denk zelf dat wij in de laatste minuut van het laatste uur leven. Hmm. Dus dat is we uh, niet zo heel lang meer, zeg ik altijd. Uh, we blijven niet eeuwig zo doormodderen op deze aarde. Um, hebben jullie er nog over nagedacht dat Jezus misschien al een keer terugkomt? Dat er ook nog een oogst komt, een late regen en mm -hmm. zo. En dat je je daarop zou kunnen voorbereiden? Dan kan je ook in de Alpetheim aan de slag, weet je wel? Ja, dus ja, zulke ja, dingen ja, vraag ja. ik natuurlijk wel. Dat is een urgentie. Ja, en je merkt dat mensen wel onder deze periode. wel wat meer gevoel hebben voor apocalyptische mm -hmm. dingen. Ja. Maar ze, ze, ze weten dan soms zo weinig van de Bijbel. Hè? Dus, dus dat ik dan denk: van joh, uh, ga eens lezen. Ga eens herlezen. Ga eens studeren. Ga eens wat bekijken. Uh, het enige waar ze dan aan denken, oh ja, ja, de heer komt nog een keer terug. En dan weten ze helemaal niet hoe ze dat moeten invullen. Dus ik, ik zie ook zeg maar dat aspect voor christenen als belangrijk. Mm. Dus Zek dat komt er nog eens bij: voorbereiding. Ja, dus. dus en dan misschien verschil jij van mij daarin, dat weet ik niet. Maar wat je dan vaak ziet is, je hebt zo'n stroom, ook in de charismatische beweging, die heel erg zeg maar het koninkrijk preekt. Ja. En daar ben ik mee eens. Dus dan krijg je die zeven bergen. Hè, ja. Dus dat koninkrijk in het bedrijfsleven, en in de economie en de cultuur en uh, media en kunst en overal. En daar ben ik ook heel erg voor. Ik doe daar zelf ook veel aan. Uh, maar tegelijkertijd denk ik, het is de periode van de Daniels en Esters, die onder moeilijke omstandigheden... Toch excellent functioneren op die plekken. Hmm. Het wordt niet een mooie tijd. Ik heb helemaal niet het gevoel. Jij wel, trouwens. Heb jij nou het gevoel dat we de komende jaren een prachtige tijd tegemoet gaan? Ik, ik heb het idee dat het in uh, ieder geval tot uh, Agenda 2030. <lacht rolling> dat het uh, wel, wel een ja, moeilijke met, tijd kan en worden. En met Agenda 2030, dan bedoel je. Ja, ik suggereer een beetje dingetjes. Ik weet niet of ik alles helemaal geloof, maar ik merk wel dat er Veel trend... mensen die luisteren weten misschien niet eens wat het is. Nou ja, er zijn ideeën. Van wereldleiders, maar het is ook echt uitgesproken. Het is niet complot, het is gewoon echt oh ja. openbaar. Wereldleiders ook binnen de Verenigde Naties. En die willen bepaalde dingen doordrukken. Best wel communistische dingen. Je zal niks bezitten en je zal blij zijn. Dat soort ja, reden. Ja, ja. Terwijl privébezit is een bijbelsprincipe. En, 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 uh, en de, wat, wat Van de Staai bijvoorbeeld de klimaatgekte noemt. Ja, het, ik zie bepaalde dingen doorslaan. En dus dat ook individuele rechten zeg maar, daaronder te lijden hebben. Ja. Dus ik zie, ik zie het ook niet als oké, okay, morgen is het weer voorbij. Nee. Uh, dus dus da, dat, dat gevoel, dat sentiment deel ik wel. Ja. Uh, en, en, en of of dan de eschatologisch, of Jezus dan snel terugkomt, uh, langzaam terugkomt of wat dan ook. Tussenin. <laughs> je ja, misschien komt het heel langzaam trekken. Ja, ik zou niks op zadel. Maar dat ja. is voor mij een beetje ondergeschikt aan het herkennen aan, oh ja, oh ja. van maar zoals Jezus al zei, herken tijden. En uh, misschien is het niet de tijd voor Jezus om terug te komen, maar het is wel een tijd waarin God wil bewegen, omdat er ook andere dingen aan bewegen okay. zijn. Ja. Uh, en ik denk dat, dat ja. als we dat niet herkennen, dan zijn we weer ergens op verloren. Ja, ja dus, dus, en, en, dat, en, en dat gevoel heb ik dus ook wel een beetje. Dus dat het wel heel lang duurt voordat uh, mensen zeg maar, de alarmknop uh, uh, ja. zeg maar, indrukken. of überhaupt het alarm horen. Mm. Uh, dus daarom vind ik het ook wel weer goed dat we af en toe wel gewoon hier eens eerlijk over praten. En dat we, uh, dan hoef je nog niet eens met elkaar altijd eens te zijn. Dat hoeft de luisteraar volgens mij ook niet. Maar je moet je wel eens gaan verdiepen in dingen want dan hmm. blijkt dus dat er veel meer aan de hand is en veel meer speelt, we hebben het al over woke cultuur gehad, we hebben het gehad over nou, klimaat even genoemd, ja. jij brengt nu weer een de trend in, nieuwe segregatie, nieuwe segregatie. En wat, wat, wat voor echt veel meer racisme gaat zorgen, ja, want ja. het zorgt juist ja, dat ja. is racistisch, dus het waarbij gaat voor... je echt ook het gevoel krijgt dat dat bijna zeg maar ook bijna bewust beleid is, is om ook beleid. bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten, zo voelt het wel absoluut, nou, het is in ieder geval opvallend dat over de hele wereld, de westerse vrije wereld en dan ook nog China, dat dezelfde, jij noemt het retoriek, maar dezelfde de begrippen elke keer worden genoemd en terugkomen. Zoals nou jij nou ja goed, wij, wij noemden net jij noemde het equity of zo. Zeg maar. Equity, ja. Equity. Ja. En wat was het Nederlandse woord gelijkheid? Ja, het is gelijkheid, maar gelijkheid van uitkomst. Dus niet gelijkheid van kansen, maar gelijkheid ja. van uitkomst. Ja. Dus als er ongelijk is van alle uitkomst, ja. moet je het helemaal niet verleren. Ja. Beetje communistisch, ja. Beetje heel erg. Ja. En, en, en ik zie het bijvoorbeeld ook bij, uh, ik, ik zie, er zijn trouwens ook wel hele grappige programma's, bijvoorbeeld Australië, Nieuw-Zeeland, uh, Europa en de Verenigde Staten, zie je precies dezelfde tendensen. Mm -hmm. En uh, Klopt. Nou, er zijn zelfs Kamervragen gesteld over de woorden Build Back Better toen. Hè? Dat ja. is, uh, kijk, voor jou misschien een gesneden koek als je erin verdiept hebt, maar ja. voor de meeste mensen is dat, waar komt dat dan vandaan? Hè? Ja. Zoals Henk Krol had dat Dat is toch de nieuwe partij van Caroline van der Plas? Dat zou best kunnen. O, oh, ineens ja. weer boerenburgerbeweging. Ah, Sorry, heel slecht. Ah, ja, dat is ook mooi. BBB is ook. Ook daar zie je natuurlijk dezelfde tendens. Uh, die landbouw die moet bijna worden afgeschaft. Ja. Want we, uh, we produceren CO2. Maar ik ken ook hele goede wetenschappers. Ook in het Nederlandse debat. die ongelooflijk gefrustreerd zijn. omdat ze vinden zeg maar, dat uh, de, de modellen die zijn gebruikt. manipuleren richting de beweging van. we moeten eigenlijk van de boeren af. En, uh, mm. en de natuur moet uh, de vrije ja. hand krijgen. Ja. En straks mogen we bij wijze van spreken uh, niet eens meer autorijden. En dan hebben we weer een nieuwe lockdown. Ja. He, dus dan mag je je niet meer verplaatsen. Want stel dus, dus je. Voor, zijn, zijn, er dat, zijn er dat mensen die hebben gesuggereerd, we moeten een nieuwe lockdown doen voor het klimaat? Want dat werkt best wel ja, goed. Ja, dat, dat is eigenlijk ja. gewoon. Uh, dat, 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 dat komt ook tot mij. Dat komt ook gewoon tot mij als ik gewoon één klik doe op, uh, op YouTube. Hè? Ik bedoel, ja. uh, we moeten ook niet doen alsof het heel ver weg is. Hè? Iedereen nee, kan het nee. zo vinden. Ja. En ik ben wel heel erg benieuwd of dat geadresseerd wordt in de politiek. Maar ik merk gewoon dat die grote ontwikkelingen, die worden niet geadresseerd richting jonge mensen, ook niet vanuit de kerken. En dan denk ik, zitten die allemaal dan in de overlevingsmodus als ze maar terugkomen straks, hè, als we uit de lockdown komen. Ja. En ik snap best wel dat dat heftig is, hè, want dat betekent heel veel banenverlies misschien wel. En, en uh, ja, wat moeten dan allerlei vrolijke dorpskerken of stadskerken nog gaan doen? Dus daarom zie je ook die beweging naar die huiskerken. Ik ben zelf ook daarmee begonnen. Mm. Om, die huis, om de huiskerk te stimuleren. Ja, is, wat gebeurt er allemaal? Ik, ik hoor zo uh, zijdelings wel dingetjes. Ja, uh, ik, ben, ik ben zelf eigenlijk niet degene die uh, bij ons uh, binnen mijn beweging de uh, huiskerkenproject leidt. Maar ik heb er wel een lans voor gebruikt. Ook in de media. En ik ga zelf ook af en toe naar huiskerken toe. Om daar dan te spreken of gewoon deel van te zijn. En ik zie ongelooflijk leuke opkomst van de huiskerk. Want het, is natuurlijk, het kost helemaal niks. Je hebt er geen gebouw voor nodig. Geen betaalde voorganger voor nodig. Uh, met name millennials. Hè, dat, dat, waar jij het net over had. Die, die vinden dat geweldig. Uh, jonge gezinnetjes. Uh, maar soms zijn er ook gewoon hele leuke ouderen bij. Uh, uit de buurt. Of uh, die wat met elkaar gemeenschappelijk hebben. En die komen bij elkaar. En die eten. En, 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 en ze bemoedigen elkaar. Ze bidden voor elkaar. Ze zingen gewoon. En uh, ik, uh, ik heb zoiets van... wat kan dat toch eenvoudig zijn? Hè? We weten dit al, huiskerkbewegingen overal over de wereld kunnen enorm exploderen. Er zit ook soms een achterkant aan. Hè? Daar kan je het ook over hebben. Maar, uh, maar het mooie ervan is dat dat op dit moment uh, een tool lijkt te zijn voor een kerk die niet meer bij elkaar kan komen. Want laten we heel eerlijk zijn, Daniel. Gebouwen, diensten en dominees. Daar draaide de Nederlandse kerk ongeveer ja. om. Je mag het ook noemen gebouwen, uh, evangelische samenkomsten uh, en voorgangers. Uh, die hadden alle drie eigenlijk geen waarde. Dus wat, wat moet je dan? Tijdens deze crisis bedoel je? Ja. En dat duurt dan best wel lang natuurlijk. Ja, dat is lastig. Ja. Ze zijn maar eens een dienstneerder. daar staat meteen een journalist voor. Maar ja. als het bij je thuis is, ja. ja. Dan, die komen niet snel op je erf, zeg maar. Dat is wel heel nee. respectloos. En als je een mannetje of 10, 15 in je huis hebt. Ja, dan, en, dus, uh, en, en zelf denk ik, joh, dat is een ontwikkeling die volgens mij hoort bij deze tijd. Ik denk zelfs dat God daar iets mee wil. Mm. En dat brengt mensen ook weer meer in de modus van discipelschap, Want. Um, wij zijn heel consumptief, met name in het westen, in Nederland en in onze oude kerken. Eigenlijk ook wel als je naar een grote kerk als Moziek of Hilsong gaat. Zo je gaat lekker is, zitten ja. in je bioscoopstoel en er wordt een fantastisch programma mm. uitgerold over jou. En dan ga je weer naar huis en, en en een wat meer saaie kerk dan zoals mensen dat dan noemen. Hè? Daar heb je de liturgie die wordt afgewerkt en dan ga je weer naar huis. En ik doe niks af van al die andere dingen die eromheen gebeurden. Je, maar, je zegt, je bent een beetje een toeschouwer bij dat soort je kerken. Je een toeschouwer. En, en, en dat it's all about discipleship, zeg ik altijd. Dat moet echt op de agenda. Want we moeten zelfstandig, standvastige christenen worden. Die weten waar ze voor staan. En die zelf ook weer andere mensen betrekken. He, dus wij willen discipelen maken. Die ook weer discipelen maken, zeggen we altijd. Nou, dat kan volgens mij in het huiskerkmodel veel beter. En tegelijkertijd kunnen er allerlei celebrations of vieringen zijn die wat grootschaliger zijn. Mm. En natuurlijk, jij duidde net op de reformatorische hoek, die natuurlijk dan toch soms dapper daar doorheen gaat. Omdat ze eigenlijk als theologisch argument heeft van de prediking van het evangelie moet door. Mm. En als dat op een gegeven moment, als mensen zeg maar, niet meer onder die prediking tot geloof komen of gevoed worden... Hebben we een probleem. Ja, de, de prediking staat heel erg centraal in die ja, hoek. Ja. ja, want het geloof is ja. uit het gehoor. En ja, het gehoor, van even. het woord. Ja. Ja. Dus, dus, dus uh, maar ergens sympathiseer ik daar ook mee. Want ik zie gewoon dat deze mensen gewoon, uh, ja, die hebben gewoon de balans opgemaakt. En hebben gedacht van, hé, hey, wacht even, de mensen vallen hier niet bij bosjes neer. We houden ons keurig ja, aan de maatregelen. Ze gaan weer open, hè? Ja. En er uh, is dus ook nog altijd een, uh, een, een godsdienstvrijheid in dit land op basis van een wetsartikel. Uh, dus nou, we gaan gewoon weer ja. beginnen. Ja. Ja. En als je dat een beetje wijs doet hè, en je gooit niet gelijk alle maatregelen overboord. Dat, ja. dat, dat vond ik dan wat cru. Dat was in één geval zo. Ja. Nou, dan denk ik van uh, gelukkig maar. En ik zeg dat niet zozeer, want heel veel mensen zullen mij dit kwalijk nemen als ik dit nu zeg. Okay. Ja, dat weet ik zeker. <laughs> maar ik zeg dit niet zozeer omdat ik niet solidair wilde zijn met de maatschappij. Um, ik snap best wel dat mensen die helemaal niet geloven, denken van waarom in de kerk wel en in mijn theater niet? Mm -hmm. Ik snap die vraag. Ja. Maar tegelijkertijd, uh, bij Christenen moet ook het lampje gaan branden. Dat um, op het moment dat we nu een jaar lang solidair zijn geweest en ongeveer niks hebben gedaan als kerk, zijn we blijkbaar in in ongeveer één uur, als we horen van Krimpen aan de IJssel of Urk of Staphorst, zijn we alle solidariteit die er was. En die we hadden opgebouwd, met hen zijn we kwijtgeraakt. Ja, dus oftewel, je de zit jarenlang te investeren om een soort van de beeldvorming. Terug. Oftewel, op die koers winnen we het land niet, bedoel je? Ja, dat is wat ik zeg. Hmm. Daarmee ga je... Kijk, het evangelie heeft in mijn ogen... Hè, ik ben natuurlijk ergens wel een confessionele, conservatieve christen. Uh, heeft, is, is ergens een soort dwaasheid. En, uh, en dus op de een of andere manier zijn wij dan toch weer meer die vreemdeling... dan die priester, die verbindt. We willen ook priesters zijn. We doen cultuurrelevant. We willen overal bij zijn en betrokken zijn. En misschien ook wel erbij horen. En, en laten we heel eerlijk zijn. Al die kerken samen. Hoe, hoe, uh, misschien hoe flauw ze ook soms lijken... Die zorgen er wel voor in Nederland dat bijna alle collecten zeg maar, uh, 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 tot stand komen voor allerlei hulpverleningsorganisaties. Uh, ja, ontzettend veel kerken zijn ja, betrokken. Waarbij, het zijn de uh, christenen die uh, dat uh, dragen, hè? Klopt. En uh, uh, ook de, trouwens de, de niet-christelijke merken daar in, 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 in hulpverleningsland. En, uh, en als het gaat om goede doelen, die worden door christenen gesteund. Hmm. Dus, en we hebben ongelooflijk veel vrijwilligers die allerlei vormen van belangeloos, mooi uh, di diaconaal werk doen en zo. Hè? In buurten en steden. Ja. Dus het is fantastisch wat een kerk ook weer wel is. En het is ook het maatschappelijk middenveld, waar het CDA altijd heel erg uh, over praat. Van his, ja, ja. Dus, maar tegelijkertijd, uh, die solidariteit die wij dan betonen, die wordt zo snel afgestraft. En de hele publieke opinie keert zich eigenlijk tegen jou. Ja. En dan denk ik, volgens mij hoort dat een beetje bij het christen zijn, dat je ook daar dus niet te veel je oren naar moet ja. laten hangen. Ja. Je moet ook gewoon je eigen weg gaan en geloof heeft ook iets, in, iets krachtigs in zich van, ga gewoon staan waar je, ja. voor, waar je in gelooft. Ja. En dat mis ik. Ja, dat, dat kan me voorstellen. Er waren natuurlijk uh, zijn natuurlijk beelden naar buiten gekomen van tre overvolle treinen de laatste tijd. Ja. Maar bijna geen artikel over geschreven of nieuwsitem. Nee, dus het is selectief, ja. zeg maar. er zit dus een bepaalde mate van selectiviteit ja. in. Uh, waarom, ja. waarom waarom de kerk wel, ja. maar. Ja, maar waarom het over Hutje Mutje? Ik bedoel, uh, ja. en, en NS zelfs, die koos ervoor om het uh, mm -hmm. uh, helemaal open te gooien. Die hebben alle afstandsmaatregelen ja. stil over gegooid. Want ja. ja, dat zal wel. Ja. Ja. Want ze moesten weer winst maken, zeiden ze. Ja, dus het economische <laughs> motief drijft bijna alles. Ja. En, en soms moet je, ja. moet je natuurlijk wel gewoon eerlijk zijn en zeggen van... hey, ja. geld is de wortel ja. van alle kwaad. Ja. Dus. Dus, dus je ziet gewoon ja. tendensen. Ja. Daar gaat het hele gesprek ja. eigenlijk over. Er zijn, er zijn meer belangen die meespelen. Ja. En uh, het over de boeg gooien, als ik je goed begrijp... ...van uh, vooral aardig gevonden worden, aardig overkomen in de beeldvorming... Uh, ...dat zorgt niet voor dat de kerk in zijn kracht gaat staan. Ik moet jou als woordvoerder nemen. Jij kunt het fantastisch verwoorden. Ja, dat is het <laughs> dank eigenlijk. Je wel, dank ja. je wel. Maar wat is dan jouw boodschap? Misschien leuk om ermee af te sluiten. Wat is dan jouw boodschap aan de kerk in Nederland? Wat is de boodschap die je brengt in evangelisch... ...maar ook in protestantse hoeken? Nou, of die wat, je wil brengen? Ja, kijk, dat zijn natuurlijk meerdere boodschappen... ...maar ik zal er een paar heel kort duiden. Wees niet bang. En dan denk ik gelijk aan die woorden van Jezus. Dus wees niet bevreesd, vertrouw op mij... Dus dat betekent, als je bij Jezus te raden gaat en je luistert naar de stem van de Heilige Geest, wat zegt Hij dan? En ik heb gezien dat ik in situaties um, die misschien onveilig waren in coronatijd, juist heel krachtig de aanwezigheid van God heb ervaren. Mm. Dus laten we alsjeblieft niet geloven uh, uh, dat we onze gezondheid, zeg maar, alleen maar te danken hebben aan vaccins of aan uh, niet met elkaar optrekken en al die dingen meer. Daar, 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 daar kan ik gewoon niet mee uit de voeten. Um, en tegelijkertijd uh, snap ik wel dat je als uh, kerk je verantwoordelijkheid moet nemen, maar je moet ook kritische vragen gaan stellen bij van wat is er in de hand aan de samenleving en wat drijft ons nou precies? Is dat inderdaad gezondheid en de zorg voor de bevolking? Of zijn het meer economische motieven? Of is er misschien inderdaad een great reset? En al die dingen waar we in het begin even op duiden, onderzoek dat. Ga nou gewoon eens onderzoeken. En als anderen je daar niet over informeren, ga dan zelf, tuik er zelf dan maar een keer in. Uh, wat ik verder nog belangrijk vind is van, houd elkaar wel vast, maar durf wel gewoon open te spreken. Dus probeer wel in gesprek te blijven met elkaar over die dingen, want je kunt dat niet blijven ontlopen. Ik merk zoveel voorzichtigheid en dan krijg je allerlei voorgangers en predikers die dan wel een boodschap van liefde en hoop preken en van geloof en troost, maar al deze onderwerpen omzeilen. En daar gaat het nu gewoon om. Mm. Dat is urgent voor nu. Ik vind dat heel jammer dat we dat dus allemaal maar lijken te vergeten. En dan gaan we eigenlijk op de vierkante centimeter praten over dingen die helemaal niet zo belangrijk zijn. Of we 3% loonsverhoging krijgen. of dat Pieter Omzicht een functie elders krijgt. Ja. He, dus, dus, dus ik zei niet dat dat, dat dat niet vervelend was en dat daar wat mee moest gebeuren. Uh, uh, ik bedoel niet met Pieter Omzicht, maar ja, gewoon ja. met die hele. Uh, um, wat was het eigenlijk? Een soort, uh, soort brandje in het Binnenhof. Ja. Maar daar gaat het in deze tijd nu niet over. We hebben echt veel grote thema's. En dat zegt de politiek ook en, wel. En, 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 en ergens, hè, de politiek praat er niet over. Laten wij als lichaam van Christus erover praten. Ja. En maar, dat doen ze dus, ja, maar dat doen ze dan eenzijdig. Dat is misschien mijn boodschap. En dan pak ik de conservatieve kant. Um, ik zie nu al een klimaatalarm bij de Raad van Kerken. En dan staat er: klimaatalarm van uit vertrouwen of zo, stond er. En dan krijg ik een heel artikel dat ze daarmee bezig zijn. Ik zie dus ook. Wat ik dan soms noem de groene theologie. Uh, hmm. En ik vind echt dat wij rentmeesters zijn. En ik vind echt dat er heel veel dingen fundamenteel moeten veranderen. En ik waardeer het dat ook heel veel kerken en christenen dat, daar ook mee bezig zijn. In mijn gezin met adolescenten zijn we ook veganistisch, vegetarisch. Uh, geen plastic, dit en dat en zo. En zo. Ja, zeker. Maar ik, ik, wij praten daarover en dat is ook goed. En ik wil daarin mee bewegen. Ik wil ook niet een te grote voetafdruk. Hmm. En ik wil ook naar een eerlijke verdeling. Maar je moet ook onderzoeken welke krachten zitten hierachter. En wie zijn de mensen die dit zo graag willen en die die agenda bepalen? En jij hebt dat al een keer genoemd in dit gesprek. Er zijn wel degelijk een, een beperkt aantal uh, mensen in de wereld met grote invloed. Uh, Superrijke mensen, uh, politici uh, of welgestelde families. Uh, die allemaal met elkaar zitten af te stemmen hoe zij de, de samenleving van de toekomst zien. En ik denk dat het Koninkrijk van God, zullen we maar zeggen, die stad ja. ziet er anders uit. Ziet er anders uit. En vanuit de kerk hè, mogen wij dus. Dat prediken wij. Die boodschap van we God. Kondig beeld van, de van het Koninkrijk. Ja. Gods beeld van de samenleving mogen ja. wij gaan brengen. In ja. plaats van dat we reageren, ja. mogen we regeren. Ik heb altijd veel woorden nodig. Eigenlijk kun jij ja. dat veel <laughs> ik beter. vat hem samen. Nou, hartstikke, hartstikke bedankt, Hans. Ja. Dankjewel, Daniel. Echt leuk dat je hier was. Ja. Interessante gesprekken. Gaan we een keer en, verder met een goed glas wijn bij de open we doen, Dat ja, gaan we doen. Dan even de camera's uit. En dan komen de andere onderwerpen langs. die we hier niet durven bespreken. Misschien ah, ja. Ja, ja. Ja, ja, dat is zeker. Dus dat, ja, ja, dat ja. gaan we horen. Ja, ja. Lekker komt okay. de Nee, Hartstikke bedankt, Hans. En um, bedankt. En ook bedankt voor de kijker. Leuk dat je hierbij was. Ik wil je vragen om deze. Video of als je op Spotify of dergelijke luistert. Audio. Om het gewoon lekker te delen. Deel het op WhatsApp. Deel het op Facebook. Deel het op Twitter. Zorg ervoor dat mensen dit gesprek kunnen horen als je dit een belangrijk gesprek vindt. En uh, dan uh, zeg ik tot ziens.